Na de troonrede 2012 is de 29e uitvoering van een debat met Tilburgse economen over de miljoenennota en hoofdpijndossiers, georganiseerd door Tilburg University en Dispuut Kongzi. Sylvester Eifinger, Herman Wijfels, Harry Verbon en Roderick Munsters geven hun visie op de begroting en de formatie. Kabinetsformatie kan eigenlijk drie scenario's doorlopen. Het eerste scenario is dat men uiteindelijk geen zaken oplost, dat men taboes op alles doet. En dan moet je denken aan Paars 2 of Balkenende 4. Dat helpt het land natuurlijk niet verder. Dat zou eigenlijk desastreus zijn. Het tweede scenario is dat men eigenlijk op elk terrein compromissen gaat sluiten. Dat betekent dat wij door blijven modderen en niet de grote dossiers zoals de arbeidsmarkt, de zorg, de woningmarkt oplossen. En de derde scenario, en dat is het scenario waar ik op hoop, is dat men de grote uitruilen gaat doen op de verschillende dossiers. Zorg, arbeidsmarkt, woningmarkt. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken dat bijvoorbeeld de VVD het dossier zorg krijgt en daar dus ook inderdaad de eigen bijdrage in kan realiseren om de zorgkosten beheersbaar te houden. En bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid, de woningmarkt, met op als belangrijkste punt de hypotheekrenteaftrek, want dat kunnen we natuurlijk ook niet meer handhaven. En dat zodoende eigenlijk hele grote uitruilen plaatsvinden, waarbij eigenlijk het land beter tevoorschijn komt. Ja, het verlengde van de discussie vandaag die we in Tilburg gehad hebben op het symposium na de troonrede, zou ik van onze nieuwe regering verwachten dat ze twee aspecten heel nadrukkelijk in ogenschouw nemen bij het neerzetten van een nieuw beleid. Het ene is flexibiliteit. De flexibiliteit om op een dynamische omgeving te reageren. We weten een aantal dingen niet, we kunnen het moeilijk voorspellen, dus flexibel kunnen reageren. En het tweede is de focus op Europa. Europa waar onze belangrijkste handelspartners zitten, Europa waar welvaart vandaan komt, Europa waar stabiliteit naartoe moet gaan, waar we als Nederland een grote en belangrijke rol te spelen hebben. Dat hebben we in het verleden gedaan. Ik wens ons toe en ik verwacht van de heren Samson en Rutte dat ze ook in de toekomst daar een belangrijke rol zullen willen spelen. Ik zou het eigenlijk geen goed idee vinden als er een paars kabinet komt. Paars dan VVD en PvdA. Omdat het verleden heeft bewezen, jaren 90, dat het slechtste in links en het slechtste in rechts boven brengt. En dat kan nu ook wel eens het geval zijn. Als ik nog even mag refereren naar Paars 2. Het slechtste van links, enorme uitgavenverhogingen. In de zorg met name hebben toen plaatsgevonden. Dat was eigenlijk het begin van het uit de hand lopen van de zorguitgaven. En aan de andere kant het slechtste van rechts. Er zijn enorme lastenverlichtingen gegeven. En dat was eigenlijk het begin van het stijgen van het financieringstekort wat niet nodig was geweest. Dus ik zou willen zeggen, liever geen paars, maar laten we het dan op links proberen bijvoorbeeld. Of wat mij betreft ook op rechts. Op rechts is er ook een meerderheid. En dat geeft toch ook meer, denk ik, de preferenties van de kiezers weer dan zo'n groot midden waar eigenlijk een compromis uitkomt wat niks voorstelt. Nou, mijn aanbeveling aan het kabinet in wording is om eens te beginnen met een langere termijn blik te werpen op waar wij met onze samenleving en economie naartoe moeten. Daarmee includeer je tegelijkertijd de notie duurzaamheid. En het hele waardepatroon dat met dat begrip verbonden is. En als je zo kijkt naar de economie, maar ook naar de arbeidsmarkt en ook naar de gezondheidszorg, dan ga je maatregelen bedenken en nemen die juist in die, op langere termijn ons op een goede koers brengen. Dus ga even weg uit het horizontale vlak van wat er allemaal in die verkiezingsstrijd is besproken de afgelopen tijd. Maar kijk eens wat ruimer naar de toekomst van dit land. En ga van daaruit beleid ontwikkelen. En kijk dan wat plausibele volgende stappen zijn. Nou, als je dat doet, dan kom je volgens mij tot de bevinding dat we moeten beginnen met onze economie om te vormen op basis van zogenaamde circulaire principes, hè, waarbij we de lineaire procesorganisatie verlaten en veel meer gaan werken in termen van hergebruik van grondstoffen enzovoort.
Dan kom je ook tot een opvatting over de arbeidsmarkt, waarvan de kern is dat sociale zekerheid en sociaal beleid is investeren in mensen om zeker te stellen dat mensen duurzaam inzetbaar zijn, ook langer kunnen werken en langer productief kunnen blijven. En als je bijvoorbeeld kijkt naar een terrein als gezondheidszorg, dan ga je veel meer belang hechten aan preventie, het voorkomen dat mensen ziek worden, of anders gezegd, het zorgen dat mensen gezond blijven en op die manier vitaal en een bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving. Dus het is dat soort van oriëntaties waarvan ik hoop dat het volgende kabinet gebruik zal maken om een stevige richting te wijzen voor de toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse samenleving en economie.